Nee, nee, niemand herkent mij. Het is zelfs zo dat ik bij de presentatie van het coalitieakkoord was en iemand vroeg, ben jij van het AD dan? Nee, ik ben van GroenLinks. Het gaat heel snel allemaal. Dus we hebben allemaal verschillende raadsvergaderingen en ik moet allemaal wennen aan, oké, wat is nou wat en hoe snel gaat dat dan en wanneer komen je onderwerpen dan voorbij? En dat was echt wennen. Nu wordt het wat vanzelfsprekender. We hebben een aantal inwerkprogramma's gehad, dus ik weet nu ook beter wat zijn nou de onderwerpen die echt in Amersfoort spelen. En nu is de kunst om daarmee aan de slag te gaan. Dus het was een vliegende start, heel veel gebeurd, maar het echte werk moet nog beginnen. En dat hoop ik toch echt wel dat dat straks in september gaat gebeuren. Ja, wat ik heel erg leuk vind is het gesprek met de stad. Dus ik heb al allemaal organisaties ontmoet. Ik heb met Younger Pride gesproken. Ik heb met een groep die een jongerenraad wil oprichten, heb ik gesproken. Ik ben op een school geweest. En om in gesprek te gaan met de stad, om te horen wat iedereen wil bereiken. En ook te voelen hoe iedereen zo ontzettend gemotiveerd is om dat te bereiken. En niet verwachten dat wij dat allemaal oplossen, maar dat we dat echt samen met de stad doen. Ja, dat vind ik zo cool. Dat vind ik zo tof om te zien en te horen.